Nog 1 uur en dan barst het los. De finale van het EK vrouwenvoetbal in Nederland. Nederland tegen Denemarken. Welkom bij de allerlaatste EK Daily. Veel succes in de finale. Liefde aan de EK. Zo, ja, ja. Hoi, test 1, 2, 3, 4. Jackie Groene. Welkom bij de allerlaatste EK Daily. Een klein uurtje en dan barst het los in Enschede. De finale Nederland tegen Denemarken. En wat ben ik blij met mijn twee analisten vandaag op de bank. De kenners van het Nederlands vrouwenvoetbal. Wietse van der Goot en Jordi Amali. Hoi Neil. Hallo. Nee, ik wil echt alles bekend op Oranje Dagen, dan moeten de mannen zitten. Want maar dan, je doet jezelf nu wel tekort. Jullie zijn niet misschien de absolute kenners zoals Freesia, Leon en dat zeg ik, maar wel echte liefhebbers geworden van het Nederlands vrouwenteam tijdens dit EK, toch? Ja, en iedereen die ook maar iets met het vrouwenteam heeft, zit in het stadion nu, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nee, maar het enige is, ik heb zeg maar dit toernooi vrijwel alles gezien. Alleen, mijn kennis gaat niet voor dit toernooi, zeg maar. Voor dit toernooi heb ik geen referentiekader. Mooie ontwikkeling. Jij zegt, iedereen die iets met vrouwenvoetbal heeft, die zit in het stadion. De vraag gisteren op de persconferentie vond ik wel mooi. Als je bij Champions League finales hebt, dan wordt er gezegd, er gaan kaarten voor duizenden euro's. Gisteren was de vraag, had je van tevoren verwacht dat er ja, kaart van de finale voor honderden euro's, of voor 100 euro op markt laten euro. Ja, ja. Toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook wel weet je, het sympathieke van dit toernooi. Want kaartjes waren voor mij maar 10 euro, 15 euro, zoiets. Ja. En die staan nu dus voor 100 of 150 euro op markt. Ja, je ziet, iedereen wil erbij zijn. Hè? Als je een prijsvraagje hebt zoals wij hebben, dan zijn ze nogal fanatiek om die te bemachtigen. Historische beelden straks van de laatste kaarten die we weg mochten geven van het Intersport item. Dat is echt, ja, nou, wat je zei, er zijn mensen vroeg naar Enschede afgereisd vanochtend. Slaapzakken, alles? Nou, dat weet ik niet, maar er waren echt al mensen echt heel vroeg die kant op. Echt midden in de nacht gewoon die kant op. Ja, mooi toch. Ja, ik vroeg het gisteren aan mijn gasten, hoe is het nu met de spanning? Het is nog een klein uurtje. Leeft dit nou wel echt bij jou dat je denkt, nou, het leeft zeker, maar het is niet zoals in 2010 of zo, toen voor het laatst een echte oranje ploeg een finale speelde. Wat maakt dan het verschil op zo'n dag? Dat het vrouwenvoetbal nog niet zich dusdanig in mijn hart genesteld heeft, daar ben ik nu eerlijk in. Hè? Dat het net zo bij mij leeft als het Nederlands mannenelftal, maar ik heb wel enorm veel zin in deze finale. Ja. Ja. Blijf je altijd objectief? We vroegen gisteren. Nee, natuurlijk niet. Nee, Jeroen Elshoff, die vroegen we voor de halve finale. Ja, ja, ja. Nee, ik ga niet mee, ik blijf altijd heel objectief. Hoe ben jij daarin? Nee, ik vind dat je bij het Nederlands elftal mag je daar ook wel een subjectief. Geeft commentaar nu ook, hè? Ja, nee, ik heb 2 interlands gedaan. Ik weet niet of ik dat straks ook weer ga doen, maar dat was eventjes een soort interim klus was dat. Wel fantastisch om te doen trouwens. Ja. Nee, bij Oranje moet je bijna wel een beetje subjectief commentaar geven. Oké, nou zullen we het vragen aan de man die de finale doet. Oh god, daar zit absoluut oneens. Absoluut oneens. Goedenavond Jeroen. Hoorde ik Wietse daar of niet? Ik heb... Ja. Jazeker. Grappig. Grappig. Gisteravond laat al met Wietse zitten appen, dus vandaag. En Frank Wielaert er ook daarachter. Hallo Frank, goedenavond. Goedemiddag trouwens, goedemiddag. Jeroen, Wietse gaf aan, ja, je mag wel een beetje subjectief zijn bij een wedstrijd van het Nederlands team. Hoe is dat inmiddels bij jou? Dat heb ik ook niet ontkend, Niel. Natuurlijk hopen we allemaal dat het Nederlands zelf toch gaat winnen. Alleen met subjectiviteit zou je er ook naar kunnen neigen om bijvoorbeeld als het een penalty zou zijn voor die Denen, wat een 100% penalty is, te gaan zeggen van, nou, wat een onzin. Nou, heb ik je vorige keer al gezegd, die neiging krijg je wel eens, want je krijgt een halve land over je heen als je zegt dat de scheidsrechter gelijk heeft met het moment mee voor de tegenpartij. Maar dat hoort er wel een beetje bij. Dat je moet er wel objectief naar kunnen kijken en wel natuurlijk voor Nederland zijn. Ik denk dat Wietse dat overigens ook bedoelt. Hoe is het met de wedstrijdspanning, Jeroen? Nou, ik heb wel een beetje kriebels eigenlijk. Dat komt niet zo vaak voor, eerlijk gezegd. Dus
ja, het is qua sfeer hier leuk. Hetzelfde tafereel bij de bus net, echt duizenden mensen. Je zag op de snelweg allemaal auto's met oranje vlaggetjes. Het is mooi weer, iedereen is blij. Dus ja, en het moet ook wel gewoon weer goed gebeuren. En je weet natuurlijk ook wel dat het misschien wel richting de 4,5 miljoen mensen gaat qua kijkers. Dus dat zorgt wel voor gezonde concentratie. Ja, even die 4,5 miljoen parkeren naast de mannen. Waar moeten we dan aan denken? Is dat dan een halve finale op een WK of zoiets? Of zit dat er nog wel ver boven? Nou, ik ga één keer mee met dat vergelijken. Waar het allemaal gek voor wordt de laatste weken. Maar volgens mij hebben we met een halve finale op een wereldkampioenschap voetbal, dan tik je de 13 miljoen, 12 miljoen aan. Dus dat is nog wel iets. Daar zit nog wel wat tussen. Er zit wel progressie nog. Er zit nog zeg maar 1/3 van het land tussen. Ja, nou ja, wie weet. 2/3 zelfs. Wie weet, over 2 jaar in Frankrijk tijdens het WK voor vrouwen dan. Jeroen, de opstelling is bekend. Ik neem aan geen verrassingen. Nee, het zijn hetzelfde elf. Eigenlijk is het iedere keer beantwoord je dezelfde vraag. Namelijk, kan Stephanie van der Gracht spelen? Je weet toch, ook omdat ze na 70 minuten werd gewisseld in de vorige wedstrijd, dan kan ze niet helemaal fit zijn. Ik denk eerlijk gezegd ook, het zou mij verbazen dat als het verlengen en penalties wordt, dat ze dat vol kan maken. Want ze krijgt, die belasting is toch wel heftig kennelijk voor die knie. Maar ze is er en ze speelt vanaf het begin. Dus wat dat betreft bij die van Nederland helemaal niets anders dan anders eigenlijk. Nee, want het centrum wordt heel belangrijk, ja, tegen de twee sterkhouders van Denemarken natuurlijk. Nou ja, je ziet natuurlijk dat die Nadim, wat ik nog altijd het mooiste verhaal, gelukkig is opgepikt door de media, door het NRC zag ik ook en anderen, het mooiste verhaal van dit toernooi vindt. Die kan natuurlijk ook de kroon op haar leven zetten, op haar tumultueuze leven. En die zal toch fysieke kracht gaan gebruiken. Dat kan ze met dat gesleur wat ze doet. Dan is het wel lekker dat je daar Dekker en Van der Gracht hebt. Ze is ook wel snel, niet de snelste van het stel, maar snel met de bal. Ja, en dan die harder. Ja, die moet je ook gewoon aanpakken. En zeker geen ruimte geven, want dan ben je gezien. Want die kan natuurlijk heel snel handelen, hebben we ook gezien de laatste weken. Ja. Dus ja, het wordt interessant. Maar ik denk als ik naar Denemarken kijk, heb ik ernstig het gevoel dat zij niet zoveel zin hebben om er een wedstrijd van te gaan maken, hoor, in het begin. Nee. Dus, nee, dat is ook een beetje misschien de kracht van deze Deense ploeg. Als zij tegen sterkere landen speelden tijdens dit toernooi, dan waren zij eigenlijk op hun best. Dat ze afwachten en daarna toesloegen. Ja, ze hebben nog wel wat op de bank qua snelheid. Dus ze kunnen ook nog wel eventueel wat wisselen. Ze hebben wel pech met blessures, want er is er nu weer één uitgevallen die goed is. En dat is niet de eerste dit toernooi. En je ziet ook wel dat ze hebben gekeken naar die eerste wedstrijd in Rotterdam. Want de linksback van die wedstrijd is terug. Sandvay heet ze. Ja. En die had volgens mij Van der Zanden, ik kan die wedstrijd niet helemaal meer voor de geest halen. Ik heb hem wel gedaan, maar volgens mij toen aardig in de zak. Dus ja, ik vind het interessant, maar ik verwacht in eerste instantie eigenlijk niet een groot spektakel. Ja, het is een finale, dat spektakelgevoel heb je erbij. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen, eerlijk gezegd. Ja, eerste ploeg die een doelpunt maakt, winnaar. Zo'n finale? Ja, dat hangt een beetje vanaf als Nederland. Het zou zijn, denk ik het wel. Maar als Denemarken maakt, geloof ik er niets in. Want Nederland kan altijd een doelpunt maken met die drie voorop. Dus. Tot slot, Jeroen, 2 vragen. Eerst, voor wie, als je moet kiezen, jouw speelster van dit toernooi? Ja, daar hangt toch een beetje de finale vanaf, vind ik. Je kan nu wel een naam noemen, maar als hier Sjakkie Groene er ook nog eens 3 in de finale gaat maken, dan kan je moeilijk om Sjakkie Groene heen, denk ik. Maar ja, mijn gevoel. Ik vind het nog niet. Je kan er nog niet één noemen die er met kop en schouders boven uitsteekt. Maar ik hoor bij de Lieke Martens fangroep. Dus dan ga ik er maar voor Martens. Okay. En tot slot, in de halve finale zit je niet goed met je voorspelling van Nederland-Engeland. Bij die andere wedstrijd dat wel. Dat vind je leuk, hè, om dat even te melden. Bloedhond. Nee hoor. Oké. Ja. Er zit een goede spanning op. Hij is scherp. Sorry, ja. Nou, kom maar door met je voorspelling van de finale, Jeroen. Dan ga ik toch weer voor Nederland, maar dan naar penalties. Naar penalties. Nou, ja, het zou dus wordt een lange avond. Ja, lange avond. Die je dan vanavond doortrekt bij onze borrel, toch, Jeroen? Het zou zomaar kunnen, Niel. Succes in ieder geval. Geniet ervan vooral, hè. Dankjewel. Jongens, veel plezier. Plezier, Jeroen. Vind ik wel mooi. Veel gedaan. Veel grote wedstrijden in zijn loopbaan tot nu toe al. En dan toch wedstrijdspanning hebben. Ja, het kriebelt nu, toch? Ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Als je daar bent, nu in Enschede, Dat je het nog veel meer voelt dan hier vanuit vanuit Amsterdam. Ja. Ja, maar dit is ook iets unieks. Ja. Misschien dat we in de toekomst ook nog wel een keer een WK voor vrouwen hier gaan krijgen. Mm-hmm. Maar ja, een toernooi in eigen land, de finale.
Ja, zoals je eigenlijk hoopt vanaf het begin, toch? En ik vond het ook met wie vandaag las ik een kop, het team als beste man. Ja. En dat is denk ik ook wel allesomvattend bij Oranje, want er zijn te veel die in wedstrijden goed zijn geweest. De ene wedstrijd was die ene net wat beter, maar overal zijn ze toch wel met z'n allen op een bepaald niveau blijven hangen. En ja, nou ja, reclame voor de sport en de finale en ik denk ook winnen. Ze is perfect, toch, allemaal? Ja, het was een artikel van Willem Vissers, die... Okay. Ere wie ere toekomt, al jaren het vrouwenvoetbal volgt, daar ook veel over schrijft. Dat is wel een mooie ontwikkeling geweest nu dan tijdens het toernooi. Dat in het begin, nou, Willem Vissers schreef al over, Daniel Dwarswaard van het AD. Maar de rest deed een beetje pagina 8, pagina 9. Ja, op een gegeven moment kon je er niet meer omheen. Nee. Het is de zomerhype en terecht ook wel. Ik wil er trouwens nog wel wat toevoegen aan van wie er dan met kop en schouders bovenuit steekt dit toernooi bij Oranje. Het mooie is misschien dat er niemand volledig door het ijs is gezakt. Dat er niet eentje tussen loopt als je het omdraait. Door het ijszakken is natuurlijk... Die heeft zijn plek verloren, inderdaad. En dat was terecht, want die speelde niet goed. Maar dat was niet dat je met kop en schouders eronderuit steken, zeg maar. Nee, dat je denkt van, dit kon echt niet. Jordi, is dat misschien dan wel het grootste compliment dat we tegenwoordig bij het vrouwenvoetbal hebben dat iemand niet functioneert? Dat we het hebben over een rel Miedema Koster? Dat het zo serieus wordt genomen? Ja, dat is een beetje... Jeroen zegt net, ik wil niet meedoen aan het vergelijken. En dat is vanaf het begin altijd... Ga je wel vergelijken, ga je niet vergelijken. Maar deze had natuurlijk heel veel herkenbare ingrediënten vanuit het mannenvoetbal. En dat, ik denk dat dat ook voor de nieuwe kijkers en zo best wel een grappig incident was. Je had er wat mee. Er was binding met dat moment. En ik denk ook dat veel... voetballiefhebbers die keken, het zal in twee groepen verdeeld zijn. De ene zegt dan, weet je, je moet ten alle tijden zo iemand laten staan. Nou ja, je weet van mij, ik zit in het andere kamp, want ook bij de mannenrel was ik niet voor de spits. Is dat dan bij jou zo, dat je als je bij de man aan de ene kant zit, ja, dan ben ik wel, van zo'n rel, dan bij de vrouw trek je hem gewoon in één keer door? Nou ja, het is meer, kijk, uiteindelijk heeft zij hem toch wel een beetje terugbetaald met een fantastische goal tegen Engeland. Maar ja, ik ben... Van Persie maakte toen in Brazilië die wereldgoal tegen Spanje. En daarna was het weer mijn verhaal, zeg maar. Waarom weer kwijt? Dus ja, over het algemeen, ik vind het is een te belangrijke positie om aan iemand vast te pinnen die het dan niet erin schopt. Terwijl de rest allemaal goed meedoet. En dan in de halffinale, want jij zit dan in het andere kamp. Jij zit dan in kamp Koster. Ja, normaal. Dan kopt zij die bal weergeloos binnen. Wat denk jij dan? Fantastische voorzet. Nee, zo zou ik met mannenvoetbal, dan ben ik wel heel koppig, hoor. Maar dan heb ik nu ook wel dat ik er iets luchtiger in sta. Dat ik dan ook zeg, hij is allemaal prima. Ik hoop dat ze er vandaag een hat-trick maakt. Dat is gewoon prima. Ja, maar het kan toch ook gewoon veranderen tijdens een toernooi? Ze speelde in de poolfase toch ook gewoon niet goed? Nee. Ik denk dat zij tegen... Dus op dat moment had ze gewoon gelijk. Koster. Tegen Zweden is opgestaan. Ja. Niet alleen door het doelpunt, maar ook hoe ze speelde. Hoeveel energie ze erin legde en alles. Ja. En dat is, dat is wel een les. Maar dat is dan ook wel mooi. Dat het was een soort Real Miedema. Maar Miedema die op haar 17e naar Bayern München ging. Ja, dat is toch wel iets. Dat je op zo'n jonge leeftijd al weggaat. Ja. En dan daar een vrouw probeert te worden. Niet alleen voetballend, maar ook gewoon als persoon. Ja. En ik denk, wat ook gewoon wel grappig is... Ik denk dat de fanatieke voetballers, nu ze dit toernooi een beetje hebben gevolgd... dat ze dan toch volgend seizoen een beetje gaan opzoeken of ze daar nou speelt. Weet je? Je weet nu dat Taylor ook concurrent is bij Arsenal. En ik denk dat toch wel, weet je, dat je op een momentje gaat kijken van... hoe verloopt dat? En ik denk dat dat onder andere het grootste winst is. Ik denk dat dat nog meer bij Martens gaat gebeuren op de een of andere manier. Omdat, maar ook omdat zij misschien wel... het meest is opgevallen dit toernooi, het meest verbaasd heeft. Dat een beetje Groene speelt misschien wel beter, maar Martens heeft toch iets meer hapklare brokken qua mooie acties, doelpunten, et cetera. Die is echt bij het grote publiek binnengekomen. En die gaat naar Barcelona, inderdaad. En dat is een club waarvan iedereen dan een beetje op de hoogte wil gehouden worden. Omdat Barcelona toch een soort van een beetje van ons is, voelt het soms. Ja, nou ja, er zijn de laatste. Silas is de laatste die we hebben, zeg maar. Ja, dus ja. Nu moet Martens. En daar hebben we ook niet zo heel veel aan. Ja. Denk je dat ze veel gaat socializen met Jasper Silissen daar? Ja, werkelijk geen idee. Ja, Silissen lijkt alsof hij nooit slaapt. Dus er zal genoeg tijd zijn om te hangen met Lieke. Het is opmerkelijk. Ik heb hem namelijk geregeld gezien dan als zijn vriendin voetbalt. En hij is in Nederland, gaat hij daar ook altijd kijken? Voor mij. Oké, ik wist helemaal niet dat hij zo into de... maar dan zeker toch? Dat denk ik wel. Ja, of het is voor zijn vriendin dat hij dan staat te kijken in Amsterdam. Maar hoe is dat in Nederland eigenlijk? Ja, ik weet wel, we hebben hier Kai Sierhuis bijvoorbeeld gehad. Ja. Die dan de speler van Ajax, die ook wel eens bij de vrouw te kijken. Maar bij andere clubs gaat me niet gelijk iets dagen. Nee.
mensen op de tribune zitten? Bij PSV of zo? Nee. Nee, niet. Is dat ook, denk ik, een ontwikkeling die nu ook plaats moet gaan vinden? Zeg maar dat het ook... Ja, dat het mag dat je als man bij een vrouw gaat kijken, als profvoetballer. Ja. Nou ja, ik denk dat sowieso de fase nu na het toernooi is bijna net zo cruciaal als wat er de afgelopen week is gebeurd. Want nu is er echt een goede, degelijke bodem gelegd voor het vrouwenvoetbal in Nederland. En nu moet je dit een soort van vasthouden. Dat gaat natuurlijk nooit lukken, want er is geen toernooi meer bezig. Maar je moet wel nu zorgen dat de mensen die misschien wel een beetje verliefd op vrouwenvoetbal zijn geworden, ook nog wel bediend worden. Absoluut, ja. Het is de laatste EK Daily. En dat betekent dat we ook een laatste deelnemer hebben voor High Kicks. En het ging zo. Er stonden twee hockeyers bovenaan. Toen stond Rocky zat hier naast me op de bank. Die zei, hoe is dat nou mogelijk? Dat hockeyers bovenaan staan in een High Kicks klassement. Dus zei Rocky, geef mij die bal en ik ga het record verbreken. Ik heb mijn beste vriendin, de freestylster van Nederland, ingehuurd. Rocky, kom op. Ingehuurd? Ja, ik heb je ingehuurd. Oh. Ik heb je net betaald. Oh ja, shit. Ja, okay. Ja, hooghouden is voor mij, dat deed ik vroeger gewoon om een beetje die bal gevoel te houden. Ja, echt. Ja, dat is een soort van... Weet je, dat is wel een beetje. Gewoon natuur, toch? Ja, wel een beetje. Ja. Ja. Je hebt mensen die hebben talent voor voetbal. Ja. Jij hebt talent voor hooghouden. Ja, ja, ja. Dat is ook ongeveer het enige wat ik kan. Doe alsof je in de fanzone staat. Hey. Ja jongens, mijn handjes in de lucht. Daar gaan ze. Oh, die bal ook. Hop. En van links. En rechts. Ja. Daf, nou op. Ja jongens. Zijn jullie er nog? Ja, ik ben er nog. Dat was Daphne Koster. 2 hours later. Dus we gaan weer even naar links. Of niet? Jawel. Dan gaan we weer naar rechts. Iedereen doet mee. Ja jongens, handjes in de lucht hè. Ook als je je oksels niet hebt geschoren, mogen ze gewoon in de lucht. Dat komt nog op de rol. Zit hem op. Zo, even pauze jongens. Kijk, dit is de pauzestand. Oké, ja jongens, dan gaan we handjes weer even in de lucht. En als je dan het hartstikke leuk vindt, ja, dan doen we even de weef. Dan gaat iedereen eerst eventjes door de knietjes. Ja, dat kan ik niet zo goed, want die knie van mij is kapot. Ah, je moeder! Ik heb echt niet geteld. 280 of zo? 300? Ja. 37. Dat weet ik eigenlijk, een beker. Ja, de cup met de orde, echt zo'n ding. Echt zo'n ding? Ja. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen die komen? Het zijn er niet veel, maar geef ze nog een tipje. Jij als master... Gewoon niet aan beginnen, want dit gaat je dus niet lukken. Dus ja, nee hoor, dat is zo arrogant. Nee, ik lijk wel die coach van Engeland. Nee joh, hey, zet hem op, succes hè. Je kan het. Je kan het niet. Ja, Rocky zei niet aan beginnen. We hebben dus deelnemers gehad die deel wilden nemen. En die zagen dus Rocky, die zei ja... Gaan we niet doen. Maar niet. Ja, dat snap ik wel. Rocky, 3,37. Ja, daaronder twee hockeyers. Milko Pruijzer en Willy Bakker. Ja, wel fantastisch. 337. En gewoon de eerste poging. Mooi. Ondertussen Daphne Koster die je probeerde af te leiden. Ja. Het is fantastisch. Fantastisch. Mooi dat ook... Ja, moeten we dat zeggen? Dat nu een vrouw bovenaan staat in dit klassement? Of trekking dat? Dat hoort wel natuurlijk. Dat hoort wel een beetje, maar... volgens mij de bondscoach van de Denen die heeft deze wedstrijd vergeleken met Rocky 2. Dus laten we niet hopen dat vanavond ook Rocky bovenaan staat. Niels Nielsen van Groenland. Ja. Ja. Zag je hoe boos die werd? Heb je de persconferentie ingezien? Nee. Hij werd heel boos over Arnold Muren. Arnold Muren had geroepen dat het Nederlands vrouwenteam als tegen dit Nederlands vrouwenteam tegen vijfde klasse zouden spelen, dat de vijfde klasse zou winnen. Ja. Dat hoorde Niels Nielsen en die zei: be proud of them, goddammit. Over dat er meer respect getoond moet worden voor het niveau van het Nederlands vrouwenteam. Wat vind je daarvan? Nou ja, dat wat Muren zegt is natuurlijk een enorm cliché. Nou ja, en weet je, alle wegen leiden nu naar hetzelfde punt. En dat is gewoon dat je niet moet vergelijken.
En dat ga je nu dan toch weer doen. En dat is wat Muren nu ook doet. Nou ja, dan kies ik toch voor deze meneer. Ja, maar we hoeven het toch ook niet te vergelijken? Nee. Ja, maar het is dezelfde sport, dus je gaat vergelijken. Wat gaan we doen? Gaan we het Nederlands elftal het land insturen en kijken? Je zegt toch ook nooit, vergelijk jij bijvoorbeeld ooit Serena Williams met... Nou, noem eens onze grote vriend Robin Haasen. Ja. Dat hij die tegen elkaar... Dat wint Serena wel, kan ik je vertellen. Zet die muziek uit! Nee, dat is ook zo. Maar het is wel altijd en eeuwig. Want ook met Serena Williams is er toen heel veel ophef geweest. Omdat iemand het zei. Als ze naar de mannen gaat, dan staat ze 500 of zo. Ja, wat win je ermee? Je hoort het bijna nooit in andere sporten. Dat is het meer. Toch? Ja, de Nederlandse handbalsters doen het heel goed. Dat heeft ook wel een beetje met aandacht te maken natuurlijk. Want? Of niet? Voetbal is natuurlijk zo'n groot ding. En deze zomer was er echt alleen maar het EK vrouwen. Dus ja, dan krijg je een heleboel mensen die er geen trek in hebben. En die toch de hele tijd continu hun mening geven. Dus volgens mij een columnist van VI, die heeft elke wedstrijd gelivetweet met hele zure tweets. Ik denk, ga wat anders doen. Je bent toch, ja, Nico Dijkshoorn of zo. Ja, weet je, waarvoor speel je energie aan? Ga dan wat anders doen. Ja, dat is volgens mij een beetje de kern van de zaak. Vind je dit leuk om naar te kijken? Ik bedoel, iedereen is het er wel over eens dat het inderdaad van een ander niveau is dan van de mannen. Maar het is toch fantastisch om naar te kijken? Ja, hoe was dat bij jouw collega's? Moet je dan mensen overtuigen om te gaan kijken? Of, Nou, dat is inderdaad heel wisselend. En dat is eigenlijk ook wel gewoon de dwarsdoorsnede van Nederland. Dat zit ook op de redactie bij ons. Met de ene helft die zegt van ja, het gaat toch helemaal nergens op over en kijk naar al die fouten. En de andere helft zegt ja, dat is gewoon leuk. Ben je dan een voorvechter of denk je laat maar? Nou ja, ik heb niet het idee dat mensen... Nee, want als mensen eenmaal dat standpunt in hebben genomen, dan laten ze zich volgens mij niet zo makkelijk meer overtuigen. Nou ja, dat weet ik. Als je het niet leuk vindt, dan ga je. Als je het niet leuk vindt omdat je het niveau niet hoog genoeg vindt, dan ga je het niet. De halve finale avond, ja, dat was volgens mij een perfect voorbeeld. Want beneden op het scherm was PSV tegen Osijek. En boven was Engeland-Nederland. Ja, ik vertel mij maar dat je meer hebt genoten van PSV van het kwaliteit, omdat het kerels zijn. Ja, ik niet, en ik kijk echt heel veel voetbal. Maar die wedstrijd, ja, was wel de leukste wedstrijd van het hele toernooi, Nederland-Engeland. Denk ja, ik. Ja, zeker. Dus dat was misschien een hoogvliegen. Maar aan de andere kant, het is gewoon dezelfde tijd, dezelfde moment. En die andere wedstrijd was geen kloot aan. En slecht. Duidelijk. Punt gemaakt. Ja. Wil je een programma maken over mannenvoetbal of niet? Zeker weten. Oh, okay. Zeker weten. FC Buitenland. Ja, bijna goed. Nou, we hebben natuurlijk wel genoeg fans. En die lopen zeker rond in het land. Dat zeiden we aan het begin van die uitzending al. We hadden nog 2 kaarten voor de finale. Dus gingen we met de vrienden van Intersport op zoek naar iemand die kaarten wilde winnen. Vandaag ben ik in Enschede, 4 uur ongeveer voordat de wedstrijd gaat beginnen. Het leeft al, maar wat mag ik doen namens Intersport? Yes, nog 2 kaarten weggeven. We hadden een Facebook-actie, het staat al helemaal vol op het plein. Ja, en weet je, nu ik er toch ben, check ik ook nog even die oranje koorts. Let's go! Hoe zit het met de spanning? Ja, een beetje. Weet je, ik zie het aan je. Je bent een beetje nerveus. Ja, klopt. Maar dat geeft helemaal niks, want hoeveel gaan we winnen? Ja, tuurlijk. Ja, hoeveel? 2-0. De oranje koorts leeft, maar wat gaan we doen als wij Europees kampioen worden? Wij gaan gewoon even een goed biertje drinken, denk ik. Lekker biertje. Ja, lekker biertje. Feestbier inderdaad. Mooi gekleed ook. Ja. Hey, hoeveel gaat het worden? Ik denk 1-0 voor Nederland. Oeh, net aan. Wat zei je? Net aan. Dat is echt net een overwinning. Ja. Wie gaat scoren? Lieke Martens. Ik ga toch wel voor Vivianne Miedema. Ik ook, Miedema. Ja, gaat ze scoren vanavond? Ja, samen met Martens. Ja. Nou, ik denk 2-0. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd en dat gaat het weer worden voor ons. 2-0. Ja. Goal van Kelly Zeeman? Als dat gebeurt. Ja, dat zou fantastisch wezen. Maar ik denk dat Lieke scoort en Vivian. We gaan zo meteen schieten. Je krijgt 2 pogingen. Schiet je ze alle 2 raak? Ja, dan ben je denk ik de winnaar. Schiet je er eentje raak? Kan je ook nog winnen. Schiet niemand raak? Gaan we net zo lang door tot iemand heeft raak geschoten. Maar ik ga je blij maken. Namens Intersport mag ik je ze geven. Dankjewel. Ik zou zeggen, laat zien hoe blij je bent. Ja, ik zei het zeker. Laat ze even zien. Ik denk los van of ze winnen of niet, dat ze trots kunnen zijn. Maar ze winnen toch wel, want daar hebben we alle vertrouwen in. Dus maak er een mooi feestje van. Ja. Maar dat kunnen ze toch wel. Oh, Oranje Leeuwinnen, jullie hebben het super goed gedaan. En hopelijk winnen jullie deze wedstrijd ook nog. Zet hem op.
Ik vind dat jullie het heel goed hebben gedaan en dat jullie het heel goed, heel ver zijn gekomen. En als jullie winnen, dan ben ik heel trots op jullie. Wij zijn Nederland! Ja, wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland! Ja, wij zijn Nederland! Ja, krankzinnige sfeer. Meer dan 10.000 mensen die... Bij krankzinnig zie ik mensen die op hun hoofd door de straten stuiteren daar. Ja, of zo. Inderdaad. Maar, het was gewoon gezellig. Superleuk. Superleuk, ja. Nee, 10.000, meer dan 10.000 mensen lopen de mars nu naar het stadion. Dat wilde ik zeggen. Dat zijn wel prachtige beelden. Ja, we zagen al wat van die haarbandjes voorbij komen. Raoul droeg er gisteren ook eentje in zijn haar. Wil je nou zo'n haarbandje hebben van Intersport? Heel makkelijk. Ga naar www.intersport.nl/vrouwenvoetbal-fans. Vul daar even een formuliertje in. Dan kan je zo'n tof kek haarbandje ophalen bij een Intersport bij jou in de buurt. Ga eens even deze alvast even aan jullie laten zien. Dit shirt gaat er zo meteen uit. En dit shirt dus ook. Dus einde van de uitzending gaan we ze echt verloten. Gaan we eerst nu door met de quizvraag. De quizvraag van gisteren. De halve finale in de Grosvesten vestigde een record met betrekking tot toeschouwers op een EK. Maar welk stadion bezit het clubrecord qua bezoekers bij een vrouwenwedstrijd? Wietse van der Groot. Wembley. Hulde. Jezus. Ja. Welke wedstrijd? Die FA Cup finale van afgelopen seizoen. Arsenal... City of Chelsea? Chelsea? City. City, ja. Goed, jij wist het ook? Nee, absoluut niet. Maar ik 35.000 of zo, denk ik. Zoiets. Het zat niet vol in ieder geval, maar het was wel druk. Mooi. Ja. We hebben dus een winnaar. En dat is Ilse geworden. Ilse, van harte gefeliciteerd. Jij krijgt dit waanzinnig mooi, uitmuntend Leona-shirt. Dan de allerlaatste vraag. Ja, in welke EK-finale vielen er de meeste doelpunten? En dan bedoelen we een EK-finale voor vandaag. Want als je eerst de finale gaat kijken, het wordt straks 6-5. Dan bedoelen we dus niet deze finale. Maar mocht je het weten, hashtag EKDaily. En dan maak je kans op het allerlaatste Leona-shirt. Jij zei net, we zaten naar de gekte te kijken in Enschede. Je houdt je hart een beetje vast. Ja, nou, dat heeft vooral te maken met het feit dat ze al tegen elkaar gespeeld hebben. En dat eigenlijk de wedstrijd was waarin het Oranje echt de moeilijkste fase heeft gehad op een gegeven moment. Dat het wel een klein wondertje was op een gegeven moment dat die Denen niet scoorden. Die zijn ook nog eens behoorlijke toernooien gegroeid. Hebben de Duitsers uitgeschakeld. Duitsers uitschakeld, de Noren uitgeschakeld ook. Ja. Wat vind jij? Goed, daar hadden wij dan weer minder moeite mee met die Noren. Maar de Duitsers natuurlijk, die zijn al 70 jaar Europees kampioen. Ja. Ik weet het nog niet hoor, maar jij... Jordi zegt, jongens, het maakt eigenlijk niet uit, je hoeft die wedstrijd geen eens te kijken. We zijn eigenlijk al Europees kampioen. Twee vingers in de neus willen kijken. Ja, echt. Ik kan het natuurlijk niet, het is gevoelsmatig, dus ik kan niet zeggen dat het komt hier en hier door. Nee, maar je ziet gewoon die ploeg. Natuurlijk is het qua reputatie hartstikke knap dat je Duitsland uitstak, maar Engeland was veruit de beste ploeg dit toernooi naast Oranje. En ja, weet je, je ziet gewoon aan die meiden die stralen en die voelen elkaar aan. En die hebben geen moment moeite gehad met Engeland. En dat gaat nu, gaan ze dat gewoon doortrekken. Tegen een iets verdedigender misschien tegenstander. Ja. Maar ik denk ook iets zwakkere tegenstander dan de halve finale. Ik ben het wel eens met Jordi dat er wel echt iets gegroeid is. En dat Oranje wel echt iets uitstraalt. Nou ja, dat is ook zo. Want je gaat op een gegeven moment in iets geloven. Wat je elke keer moet opbrengen. Ja. Maar het is er niet standaard. Ja. Toch? Dat gevoel. Ik bedoel, het kan er natuurlijk wel je krijgt echt zijn. Meer vertrouwen. Maar dat betekent, daar moet je altijd wel eerst dingen voor doen voordat het uiteindelijk goed komt. Ik heb dus wat je wel eens bij herenwedstrijden, of tenminste bij wedstrijden die ik veel op zien zie. Afgelopen vrijdag opent Monaco het seizoen tegen Toulouse. Die denken van, vorig jaar waren we de beste. Weet je, die moeten echt in zo'n wedstrijd komen. Maar deze meiden die hebben geen seconde denken in hun hoofd van we zijn er al of zo. Ik denk dat hele stukje. Zij weten echt nog wel dat er nog 90 minuten zijn. En dan hebben ze hun droom bereikt. Ja. En dus dat gevoel leeft helemaal niet van we moeten het weer opbrengen of nog een keer. Beste voorbeeld is misschien, en dan vergelijk ik niet het man- en het vrouwenvoetbal, maar wel de psychologie erachter. Nederland-Rusland EK 2008, toen ze ook fantastisch hadden gespeeld en alles goed hadden gewonnen. En toen het vertrouwen ook niet, ondanks dat er natuurlijk nog wel wat in de privésfeer rond die ploeg gebeurde toen. Maar toen kwamen ze ook even onder een koude douche te staan. Weet je moet altijd super voorzichtig zijn met dat soort dingen natuurlijk. Super voorzichtig. Ja.
heel goed. Ja, het is nog een half uur en het is mooi dat we er zo over aan het analyseren zijn. Wie dat ook elke dag doet, en dat is heel mooi. Jo Buit was een beetje sceptisch aan het begin van het toernooi, maar hij is gewoon fan geworden van de Oranje Leeuwinnen. En elke dag stuurt hij vanuit Den Haag, via Snapchat, een vraag voor ons. Ik wil gelijk ook onze Leeuwinnen en de staf en Foppen Daan natuurlijk feliciteren met het behalen van de finale plek. Maar mijn vraag aan jullie is Nederland niet ook gewoon de favoriet? Want ik heb redelijk wat wedstrijdjes gekeken, niet alles, want ik had ook nog andere dingen te doen, zoals ja, Netflixen, het huishouden, jullie weten hoe het werkt. Maar is Nederland niet gewoon de allerbeste ploeg van het toernooi geweest? Dus moeten wij zondag, ja, moeten wij niet gewoon winnen van de Denen? Ja, dat lijkt me nogal logisch, maar dat je de beste ploeg bent van het toernooi betekent niet dat je dan automatisch een prijs krijgt. In 2008 waren wij in de poolfase, als we even naar de mannen kijken, waren we weer galloos. Ja. Ja. Maar daar kregen we geen prijs voor. 4 en 78 zijn betere voorbeelden van dat. In 2008 was je nog wel heel ver verwijderd. Heb je die gezien dan? Hè? Ja, natuurlijk. Had je geen videorecorder vroeger? Ik heb gewoon om teruggekeken. Alles? Jij hebt alles teruggekeken? Alles teruggekeken. Geloof ik niet. Nee, echt waar. Nee, maar in 2008 was je... Natuurlijk, dat waren de twee beste wedstrijden die ik misschien in mijn leven van Oranje heb gezien. Maar je was ook nog wel heel ver verwijderd door te zeggen van... Eigenlijk hadden ze hem verdiend of zo. Nee, dat vind ik... Dat is meer iets van vroeger, toch? Dat de mooiste ploeg Oranje was en dan zonder prijs achterbleven. Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is ook dat Nederland dit toernooi... ook wedstrijden waarin ze wat minder speelden gewoon gewonnen hebben uiteindelijk. Ja, want er komen wel wat vragen over binnen. Maarten wil weten, Wietse, is het niveau je enorm meegevallen? Ja, maar dat heb ik vorige keer toen ik hier zat verteld... dat ik in 2013 de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje heb gedaan. En daar zaten echt meer dan de helft van de speelsters die er nu in staan... die waren er toen ook al. En dat is echt dag en nacht qua niveau, in positieve zin. Ja, want het jij is zo hard vooruitgeschoten. Als ik dat goed heb gezien, heb jij ook de belangrijkste wedstrijd... destijds in de geschiedenis van het Nederlands vrouwenvoetbal gedaan. Dat ze zich kwalificeerden. Italië allebei, ja. Ja, ja. En als je die beelden dan terugziet, ja, dat... Nee, maar dat is echt... En dat is dus 4 jaar geleden. En het is echt, ik denk wel met 300% vooruit gegaan. Ja. Ja. Oké, okay. Voor jou ook het niveau meegevallen? Of verschilt dat echt per wedstrijd? Ja, dat vond ik wel. Ik vond het echt per wedstrijd heel erg verschil. Want ik heb echt wel leuke wedstrijden gezien. En soms was het gewoon een beetje spannend, meeslepend en niet zo heel goed. Soms was het echt slecht. En wat ik zeg, ja, Engeland-Nederland was echt... prima niveautje. Ja. Dus ja, heel wisselend. Maar ja, dat hou je overal, denk ik. Ja, Jorn Nijnhuis wil weten, gaat het succes van de dames ze ook wat opbrengen? Denk je dat ze nog een transfer gaan maken bij bepaalde speelsters van het Nederlands vrouwenteam? Ik denk dat ze bij Barcelona heel blij zijn dat ze Martens al binnen hebben gehengeld voor het toernooi. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld een Jackie Groene die bij de, voor mij, 5e, 6e club speelt uit Duitsland op dit moment. Als je dat daar zou me niks een verbazen. Europese topclub komt voor Jackie Groene. Ja, dat zou me niks verbazen, nee. Wie nog meer, denk je, van dit team? Want dat is natuurlijk interessant. Zo'n Kika van Es, die als rechtsbenige op linksback een fantastisch toernooi speelde. Speelde bij Achilles 29, gaat nu naar FC Twente. Maar ja, Desiree van Lunteren bij Ajax. Ja, ik weet niet zeg maar, hoe actief die markt is. Dus zeg maar, als Barcelona zegt van wij willen beter worden... en ze hebben die van Engeland genomen en Martens genomen... dat ze nu denken van nou die groene kan ook lekker ballen... die pakken we er nog bij. Ik heb geen idee hoe actief zij scouten, zeg maar. Of dat ze de ploeg al hebben staan. Ja. Maar ik denk wel dat er een paar speelsters zich in de kijker hebben gespeeld. Ja, het is wel een mooi verhaal trouwens. We hadden hier de zaakwaarnemer van Miedema. Er is dus... interesse geweest vanuit China, voor Miedema. Oh ja, oh, gaan daarover ze nu ook al... Hebben ze, ja? Daarover hebben ze gesproken, maar het is nooit echt rondgekomen. Want zij had zoiets van, ja, Vivian is zo jong nog. Ja, en ja. Wat gaat ze daar dan doen? Bijvoorbeeld een van de spitsen van Denemarken heeft bewust voor gekozen om naar China te gaan. Puur voor het avontuur, niet voor het geld, wat ze zei in de Noorse media. Maar die wordt daar nu rondgereden door een privéchauffeur en die speelt daar... Nou. Ik denk dat de keuze als vrouw nog makkelijker is om het wel te doen, toch? Ja, en daarbij, het is toch ook een avontuur. En als je er ook nog een mooie zak geld bij krijgt, waarom niet? Ja. Jij gelooft dat mensen echt naar China gaan voor het avontuur? Nou, op het niveau van vrouwenvoetbal vind ik dat meer voor de hand liggen dan bij de mannen. En ik vind het dus, ik weet niet of ze net zoveel betalen als bij de heren, maar als dat vergelijkbare, injectie is voor vrouwen, dan is het toch. Want iets waar ik bijvoorbeeld voor het toernooi nooit rekening mee heb gehouden, we hadden het er laatst over. En toen zei hij, ik denk dat ik ga stoppen. Maar die waren allemaal 30, 31. Maar vrouwen stoppen veel eerder, inderdaad. Ja, vrouwen hebben een kinderwens. Ja. Daar hebben we het heel lang met gasten hier gauw over gehad. Je fysieke top ligt tussen de 25 en 30, maar daar ook vaak een kinderwens in die periode.
Ja. Dus, Daphne Koster heeft niet meer in Oranje gespeeld nadat ze moeder werd, toch? Nee, dat, dat boek, ik wil dan zeggen, dat boek is nu weg. Dat lag hier. Maar ja, nee, dat heeft haar genekt uiteindelijk. Ja. Op weg naar het WK natuurlijk. En misschien ook wel op dit EK had ze dat WK gespeeld. Ja, dit is een goede vraag van Kevin. Ja, het gaat nu zo goed. De kansen van Oranje op het WK voor over 2 jaar in Frankrijk. Nou, we moeten eerst kwalificeren. Maar ze zijn als favoriet, denk ik, toch? Nee, maar er zijn natuurlijk ook voor mij... VS, Japan is natuurlijk Brazilië. Sterk. Brazilië, ja, ja. En dan Frankrijk in eigen land. Die zullen ook wel iets andere coach nu ervoor zetten, denk ik. Ja, dat is denk ik misschien wel op voorhand. Ja, kijk, natuurlijk word ik ontzettend beïnvloed... omdat ik Jean-Paul Risson 9 van de 10 keer naast me heb zitten. Maar dat is wel de grootste tegenvaller geweest van dit toernooi, zegt het Frankrijk. Ja. Ja. Nee, ja, dus weet ik niet. Ik weet dat Amerika inderdaad heel goed staat aangeschreven. En de Ballon d'Or van de vrouwen die gaat al tig jaar naar Marta. Dus die zullen er ook wel wat van kunnen. Ja. Maar... speelde overigens afgelopen seizoen met Lieke Martens samen. Ja. Nou, wat dat voor voor u is geweest. Wel, ik denk dat Nederland bij winst als gewoon een leuke outsider mee gaat. Ja, absoluut. Ja, als je TK bent, dan hoor je sowieso minimaal kwartfinale WK te halen natuurlijk. Minimaal. Dat zou het zijn. Een van de uitblinkers dit toernooi, die hebben we nu aan de lijn. Freysia Cousinho Arias. Freysia, goedenavond. Hoi. Hallo. Sorry? Ja, heb ik al slag? Goed, Freysia, hoor je ons? Frey, ik denk dat we... Hij heeft slechte verbinding. Oké, dankjewel Lee voor deze duidelijke mededeling. Goed. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Weet je, nee, ik vind het wel gewaagd dat ze zich zo een half uur voor de finale zo negatief uitlaat over Oranje Freysia. Ja, zoals het hele toernooi achter die meiden blijft staan. En dan die laat ze nu in vallen. De finale zo laat vallen als een baksteen. Die zullen de zenuwen zijn. Die is expres in een betonnen hal ergens gaan staan. Wie overigens de Oranje Leeuwinnen niet laat vallen, is Kaylee de Sanders. Ja, eerder dit toernooi zat ze bij ons op de bank. Is zelf onderweg nu naar Noord-Ierland. Daar is ze met het Nederlands team onder 19. Het vrouw team. En die had vanochtend een hele bijzondere boodschap voor de Oranje Leeuwinnen. Heel bescheiden en voorzichtig begon Nederland aan dit EK. Nooit gedacht dat het team het hele land vermaakt. Vrouwenvoetbal op de kaart, dit is het begin van iets moois. En daarvoor draag je die wil in. Vechten voor elkaar. Eén doel, één team, samen aan het stuur. Jullie laten ons genieten, go for go. De power van support, het stadion gaat uit zijn boom. Kippenvel langs de lijn, ik was er zelf bij. Heel Nederland oranje, jullie gaan als een trein. We zijn trots op jullie, met z'n allen. De finale gaan jullie ook zo knallen. En ik zeg, veel succes in de finale. Jullie gaan de beker halen. Het is ons EK, draag wat je bent. Dit is toch, ik vind het echt heel mooi. Schitterend. Dit is toch fantastisch? Ja, maar het is, vrouwenvoetbal is vaak nog zoveel puurder dan het mannenvoetbal. Ja. Ik denk als je dit bij Oranje onder 19 bij de jongens zou doen, dat zou zeggen ja. Zoek het even lekker uit. Bel mijn manager even of het mag. Ja. Maar dit is de tweede keer dat ze dit doet. Mocht je nou het hele liedje willen zien met songtekst. Want Kaylee kan heel goed rappen. Het is een rap, toch? Het is wel een rap. Ja. Dan kan je die zien op onze social kanalen. En daar zie je het helemaal met songtekst. Maar dat pure, hoe snel gaat dat veranderen, denk je? Gaat dat snel? Jordi? Nou, toenemende media-aandacht? Nou, weet ik eerlijk. Ik denk dat ze nog wel een lange weg te gaan hebben. In de positieve zin van het woord, hoor. Nee, dat gaat nog een hele tijd duren voordat zij dat niveau van de mannen, waarbij wat mij betreft af en toe een beetje doorgeschoten is, dat ze dat zullen gaan benaderen. Nee, dat duurt nog wel even. Nee, want ik denk ook als je volgens mij de Franse competitie, de finale was volgens mij Paris-Lyon van de Champions League, dus weet je, het voetbal. Daar hebben volgens mij ook een paar Nederlandse vrouwen gevoetbald en die zijn toch nog steeds net zo benaderbaar. En dan hebben zij op wat nu het allerhoogste niveau is, clubverband, hebben ze daar al geacteerd. Ja. Dus ja. Ik denk dat inderdaad, misschien, het zou mooi zijn als het helemaal niet gebeurt. Ja, meer geld gaat meer problemen opleveren. Zo rapte ooit iemand vroeger. Mees. Mees? Dat is een more money, more problems. Mees. Oh, toch? Hè? Ja. Straat hoor. Ja, jonge bussen. Maar dat is natuurlijk wel de factor.
hoe meer geld er uiteindelijk in omgaat. Ja, maar meer geld is inderdaad meer belangen. Weet je, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dus ook meer media-aandacht. En het is natuurlijk ook wel zo dat als er meer media-aandacht komt, moet je keuzes gaan maken. En dan moet je dus ook nee gaan zeggen. En als je nee zegt, dan maak je jezelf minder populair. Dus weet je, als dat gebeurt, dan ontkom je er ook niet aan. Maar misschien hebben ze heel lang van dichtbij kunnen zien waar ze niet naartoe willen. Vanuit herenvoetbal. Dat ze dat iets anders kunnen aanpakken. Ik denk niet dat er zo'n idee al achter zit. Nee? Zat er maar soms meer een idee achter, zeg maar, de visie van het vrouwenvoetbal. Maar jij bent vaak naar ze toe geweest, dit EK. Ja. Maar je kent ze inmiddels ook persoonlijk natuurlijk. Maar heb jij gezien dat ze al een keer nee zeiden, of dat de perschef dingen moest weigeren, of dat er een handtekening niet uitgedeeld werd? Nee, ik vind het op zich. Ik stond naast een mevrouw van Channel 4, van de Engels. Die waren net uitgeschakeld. En die zei tegen mij, ik vind het nog mooi hoe dit kan. En toen zei ik, bedoel, hoe is het bij Engeland niet zo? Nou, daar is het anders. Ze noemen onder de noemer professioneel. Ja. Geen open training meer of korter. Niet iedereen een handtekening. Ja. Niet die spontaniteit voor de camera. Dan ben ik benieuwd of ze daar nare ervaring hebben gehad. En of er al een keer een tabloid misschien over een van die speelsters is gevallen. Of iets maar bijvoorbeeld ook een paar speelsters ken ik nu 8 jaar. Een Danielle van der Donk. Toen ze als 18-jarige. Ben jij het succes achter deze Oranjeleeuwen? Nee, dat wil ik. Ik dacht dat je daar naartoe wou, maar ga door. Ik kan je nu toegeven. Ik ga een boek uitbrengen. Nee. Mijn Oranje. Ja. Nee, maar dat vind ik een goed voorbeeld. Een Danielle van der Donk. Maar bijvoorbeeld ook een Loes Geurts. Ja, die zijn in die 8 jaar nooit veranderd. Nee. Dat zijn precies dezelfde meiden. En het is wel een andere generatie die er nu aankomt. Want een Danielle, een Loes, vooral de oudere Anouk Dekker, die zijn gaan voetballen omdat ze echt knettergek waren op voetbal. En de nieuwe Bergkamp wilde worden, of de nieuwe die en die. Nu komt er een generatie aan. Ja, dat wordt heel anders. Die hebben de Martens voor je. Of zelfs nog de Hogendijks, de Kosters. Hè, de meiden van 12, 13. Ja. Eigenlijk zou Nieuw een betere gast zijn dan een presentator in dit programma. Oh, we kunnen het laatste 20 minuten even. Nog 20 minuten dalen. Ja, maar ik ben gewoon een hele slechte presentator. En dat is waarom we dit zo hebben gedaan. Jongens, weet je wat ook een belangrijk criterium is natuurlijk? Nu is het allemaal Hosanna. En nu gaat alles goed, winnen ze alles. Ja. Waarschijnlijk gaan ze Europese kampioen worden vandaag. Stel nou dat ze zich niet kwalificeren voor het WK. Of dat het WK ruk is over 2 jaar. Hoe gaan ze er dan mee om? Ja, maar dat zijn dan dat misschien, is dat misschien bij de Engelsen gebeurd. Want dan neig je heel snel van, wat moeten we anders doen? Kijk hoe het bij de Ieren gaat. We laten de pers niet meer meekijken. We gaan niet meer praten. Dus het is denk ik ontzettend in Nederlands voordeel, dit succes. Want dan denken ze van, nou, het kan gewoon prima zo. Wat nou als iemand anders de rol van Mandy van der Berg dit toernooi had gehad? En misschien dat Janice van der Zander wat vinniger was geweest en had gezegd, hallo. Ja, maar er is vooraf natuurlijk wel iets heftigs gebeurd. Je ziet er daar achter jou, Merel van Dongen. Ja. Hele marketingcampagnes van de KNVB uitgegeven. Grote posters langs de snelweg met het gezicht van deze goeie dag heeft Merel dat even goed opgepakt, of niet? Nee, maar dat bedoel ik. En dat was wel iets. Zij is 1 keer in de media geweest bij RTL Summer Night. En toen werd gevraagd, wat vind je van Serena Wiegman? Zij is misschien een beetje raar dat je de vraag mij stelt, aangezien ze mij niet heeft meegenomen. Maar toen zei ze, je kan het niet ontkennen dat het goed. Het is anders hoe ze antwoord geven. De vrouwen, dat merk ik wel heel erg. En ik vind niet dat mannen niet spontaan zijn. Ik vind mannelijke voetballers ook hartstikke leuk in hoe ze doen. Alleen, die hebben soms het verhaal al 20 of 30 keer gedaan. Dat is het. En wij kregen, toen wij daar rondliepen, toen kreeg ik van de mensen van de staf te horen dat we wel eens moeilijke vragen stelden. Dat ze dat wel eens lastig vonden. Ja. Maar dat hoort erbij bij die ontwikkeling. Ik denk dat wij het op die manier hier ook niet alleen maar Hosanna-stemming hebben gehad. We hebben het gehad over de Van den Berg-kwestie, de Miedema-kwestie en dat soort dingen. En dat hoort erbij als je het zo serieus neemt als wij het proberen te doen. Ja. Nou, dat is ook zo. En dat is de column van Ronald Waterreus, waar veel mensen terecht over gevallen zijn. Maar het snijdt wel een klein stukje hout als hij zegt van, iedereen wil dat het vrouwenvoetbal serieus genomen wordt. En dan geef je er een serieuze beoordeling over. En dan is het weer niet goed. Ja. Dat is natuurlijk ook wel gewoon iets... Nee, maar dat heb ik toen ook geroepen in het AD. Ik vind dat iedereen moet toch gewoon zeggen wat hij vindt. Ja. Ik vind het alleen raar dat je daar heel veel aandacht op gaat vestigen. Want wat Jordi net zei, bijvoorbeeld over Nico Dijkshoorn. Waarom zou je daar nou je focus op leggen? Dat iemand het niet leuk vindt? Ja. Gaat het ook nooit een kans geven? Waarom nou je daar alle aandacht aan? Nou ja, goed, maar daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor Nico Dijkshoorn zelf. Want er zijn mensen die dat nou eenmaal blijven lezen. Laat weten wat je ervan vindt. Ik vind het niks. Stop dan met kijken en hou erover op. Ga wat anders doen met je tijd. Ga het gras maaien. Of ga lekker mannenvoetbal kijken. Ja, of ga lekker oefenen op een doek met 3 gaten. Jullie hebben geoefend. Het kan niet anders dat jullie geoefend hebben. Ik heb niet geoefend, ik oefen nooit. Zometeen, over 20 minuten, is het namelijk de finale. Nederland-Denemarken. Wietse van der Groot, Jordi Amali zijn de laatste 2 deelnemers van het nu al beruchte en befaamde Toto Voorspelspel.
gaan we weer. Laatste dag, Nederland kampioen. Voor de 1. Oh. Oh. Ach, wat is dit, zeg? Het was alles behalve raak, maar bij de dames wel. Als je het in je hoofd haalt om mijn poging van een dag of 10 geleden erin te monteren, dan zwaait er wat. Komt-ie. Ja. Ik laat me ook weer opnaaien, hè. Ja. Oh, jawel. Oh, jawel. Dit is zo'n dag, hè, dat alles met een Nederlands paspoort raak schiet. Dat kan maar één ding betekenen. Feestje. Mooi. Kom maar, kom maar. Jordi, jij zit naast hem. Gefeliciteerd. Laatste poging was subliem. Ja, ik kan toch niks zeggen. Ik heb eentje open. Ik kan zeker wat mooi zeggen. Hij was er zo'n stuk onder. Maar omdat dat doek niet strak genoeg ging, ging je er toch nog doorheen. Zo eerlijk ben ik er ook alweer. Nee, je hebt gewoon gekeken naar de omstandigheden en daar optimaal gebruik van gemaakt. Zo is dat. Goed, de laatste Toto voorspelkaartje. Nederland. Ik had dus wel verlenging, maar jullie denken gewoon binnen 90 minuten. Ja. 1-0, penalty spitsen. Spitsen? Welke hoek gaat ze? Linksonder voor ons. Dat zou mooi zijn. Gewoon een kopie van de vorige wedstrijd. Ja. Maar het is wel een penalty killer. Ik heb het gezien tegen Oostenrijk. Pakte echt twee keer subliem een penalty. Ja. De Deense keeper. Ja. In die hoek ook. Jij denkt dus, jij zegt, we hoeven ons geen zorgen te maken. Afhankelijk of ze misschien Denemarken 1 of 2 rode kaarten. Maar ik denk 4-0. Ja. Dat knakt gewoon op een gegeven moment. Nederland kletst erop. En dan de ordinaire schoppartij wordt van de Denen? Ja, denk het wel. Nadiem. Nee, ja. Daar heb ik een mooi verhaal over. Weet je dat? Nee. Goed, als jij dit soort verhalen gaat vertellen, is het tijd denk ik om af te sluiten. Het is nog een kwartier. Wietse, enorm bedankt dat je er was. Alsjeblieft, vond het leuk. Zullen we afspreken dat we over 2 jaar weer zo zitten? Want dan doen natuurlijk 38 programma's iets over vrouwen. Weet je wat we dan gaan doen? Dan gaan we naar Roquebrun, Cap Martin. En dan gaan we daar een soort Villa BVD voor het vrouwenvoetbal maken. Gewoon vanaf locatie. Ja, leuk dat je dan kan Jurriaan van Westen, maar kunnen we daar slapen misschien? We hebben net een villa gekocht in Frankrijk. Oké. Nee, goed. Dat is een deal. In een villa in Frankrijk. Ik ben erbij. WK 2019. Ja. Jordi? Ik ook bij. Ja? Jazeker. Oké, heel goed. Hoe gaat het met Turkse vrouwenvoetbal? Heel slecht. Ik heb ze opgezocht voor het toernooi. Maar die waren laatste in de kwalificatiepool met 3 mee en 46 tegen, geloof ik. Dat is nog veel werk aan de winkel. 2019 is nog ver weg voor Turkije. Voordat ik allemaal mensen ga bedanken, ga ik eerst de prijswinnaars bekendmaken. Want, jawel, dit is wel mooi. Misschien wel een van het allerlaatste shirts die Anouk heeft gedragen. In oranje. Die gaat, trommelgeroffel, ik heb het hier netjes staan. Daphne Slutter, gefeliciteerd. Jij wint dit toch wel memorabele Anouk Hoogendijk shirt. En dan hebben we nog een shirt. En die gaan we weggeven vanuit de YouTube-chat. Dit Niemand Buitenspel shirt. En die gaat naar, jawel. Dit meisje is gek op voetbal. Nou, als je zo'n YouTube-account hebt en daarmee reageert, dan verdien je zo'n shirt. Toch? Eens. Ja, daar kan je er bijna niet omheen. Goed, dit was de 23e aflevering van EKDelen. Ik wil jullie natuurlijk allemaal hartelijk danken voor het kijken. Ik wil natuurlijk de hele redactie bedanken, de productie. Eigenlijk iedereen die hier heeft gezeten en iedereen die ook maar een beetje heeft meegeholpen aan dit programma. Het was fantastisch, het was leuk. En ja, het succes van de Oranje winnen. We gaan het niet claimen, absoluut niet. Maar vanaf dag 1 was het mooi. De combinatie EK Daily en Oranje Vrouwen. Oh mijn god, ik weet al wat het is gewoon. De beste DJ ter wereld is... Gerida Spitsen. Maar mocht je nou weer scoren, gaat een gerucht dat jij een dep gaat doen. Ik zou dat wel doen dan hoor. Morgen wordt het wisselvallig met veel zon. Als, als het in me opkomt, dan zou ik voor jou die dep doen. Oh, een hartjes. Oh. Even roepen, Fink. Binnen een minuut even duimpje omhoog, duimpje omlaag. En was ik alweer vergeten, dus na een minuut zei volgens mij Niels zei van dekker. En toen deed ik wel even duimpje omhoog. Het gerecht eet je het liefst vlak voor een belangrijke wedstrijd? Gewoon een broodje. Ah, tof een broodje! Deze roeping? Mag ik ook gewoon Wesley Sneijder of zo zeggen? Hoe heb je de wedstrijd zelf beleefd? Jee! Dankjewel, dat vind ik echt heel lief. Ik ga je even knippen hoor. Ja, dan... Mag ook. Oh, je kiest er gewoon uit. Ja, dan... Als je mij opstelt, dan... Dan zou ik voor altijd van je houden.
dit is was gewoon een serieuze vraag. Oké, we gaan even focussen. Nee, dat was een afspraak. Zo vervelend dit. Kijk ook dit. Dat is een nacht. Juist. En dan ook een normaal alleen. Hou je ook van een grapje? Ja, ik kom heel serieus over. En ik ben ook wel serieus, maar ik hou wel van een grapje. Wil ik ze eigenlijk niet opeten, hoor. Nee? Nee, dan laat ik die nog mooi zitten. Jullie zelf maar vasthouden, vind ik dan wel weer leuk. De bus was al weg. Oh, kijk. Oh, die zijn ook wel heel mooi. Oh, ik hou echt van sokken, ja. Morgen wordt het trouwens 31 graden. Wat voor een cadeautje moeten we dan voor je meenemen, Serena? Ja, dat klopt. Nee. Ja, maar ik ben toch niet zo gemeen. Ik ben slim. Nou, ik hoef geen cadeautje. Ze rennen allemaal. Spita, dat is een straattaal van Spits. Ja, ben ik niet cool genoeg. Nee? Nee, ik word er niet. Heb je dit zelf gedaan? Zeker. Op je vrije avond, zo. Iemand heeft een beetje leven nodig, denk ik. Omschrijf jezelf in maximaal 2 zinnen wat voor type speelster jij bent. Een gifkikkertje die heel graag de bal wil hebben als een kleine puppy. Er was toch van eigenlijk dat we bij de Bondscoach gingen eten. Ja, echt? Ja, echt, ja. En? Valt mee, toch? Ik weet het nog niet. Nee, ik val hartstikke mee. Ik mij zeggen, wil je Bondscoach kieken, moet je wegrennen. Ja, precies. Oké, okay. Nou zijn die bal goed. Heb ik je geholpen, hè? We verbranden zoveel energie met z'n allen dat we hier wel een stukje van mogen nemen. Als we Europees kampioen worden, dan... Weet ik er niks meer van de volgende dag. Oh, dit is heel gemeen. Oh, dit kan ik echt niet kiezen. Dankjewel. Alsjeblieft.